en welkom bij het RTL Leden School News van maandag 29 mei met Jeanette de Jonge en Jara Hollander. Met vandaag in ons nieuwsbericht de nieuwste ontwikkelingen van jeugdzorg, ook wel Centrum Jeugd en Gezin. Wat vinden jongeren hier nu eigenlijk van en waar kunnen zij terecht voor informatie? Zijn zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jeugdzorg? Jeugdzorg houdt in als je bijvoorbeeld thuis niet veilig bent of niet thuis kan wonen, dat jeugdzorg je gaat helpen en dat je ergens anders gaat wonen. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Dat weet ik niet, want ik heb zelf geen probleem thuis, dus ik ben nog nooit aanraak geweest met jeugdzorg. Ja, kan je krijgen als je thuis problemen hebt? Volgens mij bij de GGD. Dat weet ik niet, want ik ben nog nooit met de jeugdzorg in aanraking zijn gekomen of die thuisproblemen hebben gekregen, denk ik, ja. Bijvoorbeeld bij de Ultra of bij de GGD. Nee, want ik ben ook in aanraking gekomen toen ik op de basisschool zat, in groep 4, werd ik geslagen door mijn moeder. En toen liep ik boos weg. En toen ging ik naar de juffrouw toe, omdat ik dacht dat zij me zou helpen en niet het erger zou maken. Maar toen had ze de jeugdzorg gebeld en toen was het allemaal uit de hand gelopen. En ik zou dan bij mijn ouders weggaan. Terwijl het eigenlijk niet mijn bedoeling was dat het zo erg... dat het zo erg zou worden. Klaar. Wat doen CJG-coaches nu precies en waar kun je terecht voor hulp? Salia, CJG-coach van regio Haarlem, gaat jullie vertellen wat Centrum Jeugd en Gezin precies inhoudt en waar je terecht kunt voor hulp. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de jeugdzorg? De jeugdzorg valt nu binnen de gemeentes. De gemeente koopt de zorg in en die bepalen wat we eigenlijk binnen de jeugdzorg moeten doen binnen de gemeentes. Dat betekent dus ook dat wij dus betaald worden door de gemeente en in opdracht van de gemeente aan de slag gaan met de jongeren of kinderen of elke vorm van hulpverlening. 2, 3. Waar kunnen jongeren terecht voor informatie? Jullie kunnen op het internet naar CEG googlen. Daar staat alles vermeld, hoe en wat en welke stap je moet ondernemen om je aan te melden. Het kan ook op school natuurlijk. De zorgcoördinator weet van ons bestaan af. Mijn collega's en ik, onder andere ik ook, zijn verbonden aan scholen. Dus het klinkt niet gek voor een school als je met CEG aankomt en school weet er ook vanaf. Dus als je met school in gesprek gaat met een zorgcoördinator of een schoolmaatschappelijk werker, dan zal die route ook aan je uitgelegd worden en wordt er een aanmelding gedaan bij ons. Daarnaast kan je nog altijd met de INA bellen en dat is dus de informatie- en adviesteam. Daar kan je ook informatie opvragen en een aanmelding doen en dan word je doorverwezen of verbonden aan een van onze CEG-coaches. 2, 3. Wat zou ik jongeren mee willen geven? Voel je vrij om je aan te melden. Wees niet verlegen. Schroom niet om die stap te nemen. Er zijn jongeren die angst hebben natuurlijk om uit huis geplaatst te worden. En dat is echt niet het geval. In de meeste gevallen werkt dat alleen maar averechts en denken wij er niet heel snel aan. Natuurlijk in schrijnende situaties, dan zullen we wel natuurlijk in samenspraak erover nadenken. Maar we zullen nooit zomaar stappen doen zonder dat er met jou of je ouders overlegd wordt. Wij willen zoveel mogelijk binnen de thuissituatie herstellen. Dus er alles aan doen om het thuis te doen slagen. We luisteren, we horen je aan, we helpen je. En soms werkt dat heel goed voor sommigen. En sommigen die heel gesloten waren, worden opeens heel open en voelen zich gehoord en begrepen door een persoon van buitenaf. En dat, maakt misbruik van ons, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor het kijken naar RTL Leden School News. Tot morgen!